docenten bij ons in 1975. En ik zat in haar eerste klas, kan je zeggen. En tot dan toe was dat vak dessinontwerpen was eigenlijk niet echt goed gegeven. Nee, en het waren dus gezellige, volle dagen. Iedereen die wou met Diek praten. En het leuke was dat het niet altijd alleen maar over dat ontwerpen ging, maar het ging ook over beeldende kunst. En Diek had gewoon een hele brede kijk op de dingen. Dus ze kon je ontzettend goed begeleiden met waar je mee bezig was. En dat beperkte ze niet alleen maar tot haar eigen vak. Nou, de eerste opdracht waren strepen en toen daarna kwamen ruiten. En ik was eindeloos aan het tekenen. Ik heb die oude tekeningetjes, wel leuk om te zien, weer gevonden. En ik bleef dus maar tekenen, ruitjes maken. En die was echt zo dat ze zei van, en nu hou je op, dan ga je die uitvoeren. Dus dit is de stof die ik gedrukt heb toen. En daar is die ik echt wel voortvarend in geweest. Dat ze, mij daartoe zetten, want ik was verlegen en aardig. Dus dit is mijn eerste stof, handgedrukt, zeefdruk. Nee, behalve dat die was wel een goede docent, maar ze had ook mensenkennis. Dus ze zag gewoon wat iemand als student wat je bezig hield. En ze gaf je daarin ook ruimte en vrijheid. Dus het was helemaal niet dat je echt alleen maar die opdrachten hoefde te doen. Ze keken ook breder. Ja, nee, en na de academie, dat is een gek moment eigenlijk. Dan, ze blijft natuurlijk docent, maar langzamerhand groeide er ook een vriendschap. Dus word je en collega en een beetje vriendin. En eigenlijk hebben we samen met een klasgenootje, Annette, gingen we elk jaar gewoon een keer eten met Diek. En dan werd het hele vak doorgenomen. En, wat we deden. En, dus dat was eigenlijk een hele dierbare momenten. Altijd met wijn en whisky in een restaurant. Daar heb ik goede herinneringen aan. Ja, en die is op een gegeven moment gaan fotograferen. Ja, het zijn hele gedetailleerde foto's. Ze zoomt echt in op de bloemen. Het is een soort verwelking, vergane bloemen. Het gaat eigenlijk over het leven en de dood.